Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Time to Guide. Vandaag gaat het weer over PowerPoint. Ik ben Stefan en ik wil je graag uitleggen hoe je de dia-grootte van de diavoorstelling aanpast. Wanneer is het aanpassen van de dia-grootte nou belangrijk? Dat kan bijvoorbeeld zijn als je een presentatie geeft op een ander scherm, op een beamer of een ja, presentatiescherm die een andere afmeting heeft dan jouw laptop. Of wanneer de standaardinstellingen van jouw PowerPoint sowieso al bijzonder zijn. We kunnen natuurlijk altijd kijken wanneer we de diavoorstelling beginnen, vanaf het begin in dit geval, dan zien we nu al gelijk dat deze afmeting ja, niet passend is aan mijn scherm. Ik heb het net aangepast en we zien dat dit, deze zwarte balken hier voorkomen en dat dat buiten de dia valt. Dus bekijk goed wat zijn de afmetingen van het scherm waarop, waarop ik ga presenteren en stem daar ook vervolgens de grootte van de dia op af. We zijn weer in een lege powerpoint terecht gekomen zoals je gewend bent uh, en we gaan dit keer weer naar het dia model. Deze functie heb ik eerder uh, geïntroduceerd en uh, hier gaan we zeker verder mee werken. Om naar dia-model te gaan uh, klikken we hier in, in PowerPoint op beeld en dan dia-model. Hier krijgen we ja, de basis van alle PowerPoint slides te zien uh, en ja, hoe ze in elkaar zitten. Wanneer we hier zijn uh, zien we al gelijk een mooie knop rechtsbovenin verschijnen die heet dia -grootte. En dit is precies de knop die we zoeken. Hier kan je snel een standaard andere afmeting kiezen. Uh, zien welke jij momenteel hebt, of kiezen voor een aangepaste diagrootte. Wanneer we hierop klikken, uh, zien we verschillende dingen tevoorschijn komen, van ja, hoe willen we eigenlijk dat die afgedrukt wordt indien we hem uitprinten, uh, of hoe willen we dat het, de handouts uh, ja, afgedrukt worden. Indien we de diagrootte willen aanpassen, klikken we op het aanpassen, en dan selecteren we een nieuwe afmeting. Wanneer je een nieuwe afmeting gekozen hebt, krijg je gelijk een uh, pop-up van wat, uh, wilt, wat wil je doen met de schaal, uh, uh, wil je passend maken of wil je het maximaliseren? Bij maximaliseren uh, verkleint je alleen de PowerPoint en blijven alle afbeeldingen en dergelijke hetzelfde. En bij passend maken wordt alles verkleind naar het juiste formaat. Uh, dus je moet je goed kijken naar jouw PowerPoint, wat is eigenlijk het verschil en heeft het ergens invloed op. Uh, dus klik, er, klik op een van de twee en vervolgens wordt alles aangepast naar de nieuwe grootte. Om het dealmodel af te sluiten, klikken we gewoon weer op modelweergave sluiten. Bij Time to Guide zijn we al jaren bezig met het zorgen dat andere organisaties de bedrijfssoftware optimaal gebruiken. Kunnen wij nou jouw bedrijf assisteren en van dienst zijn? Vergeet dan zeker niet even om contact op te nemen of te kijken wat onze diensten zijn. Wil je meer van dit soort dingen langs je komen? Abonneren is uiteraard gratis. En dan hoop ik jullie graag bij een volgende video te zien. Dankjewel!